vang je nageltjes scherpen. Mag niet. Foei. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is alweer 6 minuten over 2. Het was gisteren een lange dag voor mij. Ik wens jullie natuurlijk eerst weer natuurlijk welkom bij een nieuwe vlog, hè? Ja, van Corina en de Beestenboer. Het was voor mij gisteren een lange, zware avond, want die dame daar, die daar staat, die heeft gisteren al een stuk of 20 keer aan het overgeven geweest. Gewoon hier in de kamer, nou ja, dat ken je zwaai wel. Toen meldde ze van ik wil naar buiten, heeft ze daar weer een aantal keren over gegeven. Toen was ze, eeuw, niet op de bank je nageltjes scherpen, mag niet. Foei. En toen was ze op een gegeven moment binnen en toen was ze op de bank en toen sprong ze weer op de grond en toen moest ze weer overgeven, maar weer in de kamer, kan je weer dweilen. Nou ja, op een gegeven moment ging dat natuurlijk uiteraard over, maar ze wou niet meer op de bank, ze wou in de mand. Dus de mand leeggehaald, want daar lag al haar speelgoed in. Nou, dat is maar voor gaan liggen en toen is ze dat weer in gaan leggen. Nou, dan heeft ze de hele tijd liggen te slapen. Maar het was vannacht al 2:30 geweest, zo 2:45, 3 uur voordat ik met haar naar buiten ging te lopen. Nou, dan kom je weer thuis, dan ben je koud, dan moet je even warm worden, want anders slaap je al helemaal niet. Dus weer warm geworden. En toen ik me op Facebook ook, duurde het allemaal heel erg lang, het was druk. En ik moest nog 48 leden natrekken, of tenminste leden, en die stonden voor de deur om dus toegevoegd te worden. Maar het is voor de club, voor de 50-plussers. Als je 49 bent, kom je er niet in. Punt. Ga je maar ergens anders naartoe, maar niet bij mij. Ik heb nog meer groepen. Sommigen meld ik ook wel van, nou, en ga daar dan naartoe. Daar mag je wel naar binnen, maar niet bij de 50-plus. Dus ja. Die zitten er ook bij. En zelfs van 21 jaar was er een grietje van school, die studeerde nog. En die wou dan wat plaatsen vanwege het coronavirus. Vermijden kan ik het helemaal niet. Je kan moeilijk die groep op slot gaan zetten voor de coronavirus. Dat gaat niet. Iedereen heeft het erover. Maar en ik zelf doe het natuurlijk net zo goed. Maar om dan nog voor zo'n meisje al die vragen te krijgen. En ze is te jong, mag er niet in. Dus ik heb mijn andere groep aanbevolen. Ik zeg, daar mag je wel in. Ik zeg, daar zit ook wel 50-plussers in op. Nou ja, of ze doet, weet ik niet. Want dat meisje lag natuurlijk al te slapen. Nee, ja. Ja, droog kerel. Zometeen even drinken. Nee, maar ik ben niet ziek. Nee, absoluut niet. Ik heb echt een last van rood voor. Ja hoor. Rijdt een auto voorbij en die zie je Rijker staan. Gaan ze langzaam rijden en grote ogen. Oh. Leuk, ja. Dat is ook leuk. Echt wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. Ik ga straks waarschijnlijk eventjes ook lopen en dan gaat die om. Maar ik weet het nog niet zeker. Ik weet het helemaal aan wat het weer gaat doen, want we hadden regen voorspeld. Blijft het droog, doe ik het. Blijft het niet droog, doe ik het niet. Nee. Dan is het enkel met Rijka wandelen en dan is het klaar. .nl, ja. Oké, dan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Nou, lieve vrienden, ik ben er helemaal weer klaar voor, alles weer om. Zoals jullie zien, thuis is van Rijka. De GoPro camera heb ik ook weer om. Dat zit allemaal weer helemaal hopelijk goed. Dat lopen zal die wel af en toe scheef trekken, maar dan doe ik hem gewoon weer goed. Word je extra dronken van. Ja, ook weer wat anders, ja toch?
En Rijk al op te janken, want die wilde graag uit. Dus we gaan even opschieten. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei.
lieve vrienden, we zijn weer thuis. Een heel blokje om geweest, die we hebben kunnen zien. Maar wie kwamen we tegen? Ik weet niet of dat ook op de GoPro staat. Dat weet ik echt niet, want ik zie niet wat daarop staat. Hè. Dat moet ik op de computer pas krijgen te zien. Maar, ik zal het even laten zien. Hallo. Daar is onze Ruud weer met Pippi. Ja, hij had een rondje haven gedaan en over de dijk had hij gedaan. Nou, en ik een rondje centrum. Ja, toch? Ja, maar ik was helemaal in de war. Ik zat toch helemaal erbij dat het zaterdag was. Ik denk, ik ga kijken of er markt is. Maar het zal wel niet. Nee. Ja, het is donderdag, dus ja, dan heb je sowieso al geen markt. Nee. Dus ja, en dan ga ik even een beker afwassen en mijn eigen kopje. En dan gaan we thee en koffie drinken, want ik drink koffie en die drinkt thee. Ja, en we moeten heel veel warm drinken drinken, heb ik vernomen, of dat zo is, weet ik niet. Maar de virus die kan niet tegen warmte, iets van 27 graden of zoiets, die kan die al niet meer tegen. Nee. Dus ja, we zullen het beleven. En ik heb me ook sowieso te warm aangekleed, maar ja, pech. Jammer dan, ik moet er toch weer uit. En ze hadden het ook van de week alweer over vorst en wanneer dat zal geschieden, weet ik niet. Oh, vanavond, nou ja, en ik loop s'nachts met Rijka, dus dan zal het vannacht wel weer koud zijn. Oh, ja, toch? Ja. 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 Oh, als ik klaar ben. Met andere woorden, dat gaat jullie niks aan. Nou ja, oké, maakt allemaal niet uit. We hebben ook privé dingen. Ja, gaat jullie gewoon niks aan. Dat hebben jullie net zo goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Zodra alles weer normaal is en ik van mijn beetje schuld af ben, want ik heb een klein beetje schuld. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, zoals die 300 euro van de apotheek. Ja, nou hallo, daar kan ik niks aan doen. Nee. Als ik daar allemaal vanaf ben, dan ga ik weer aan de gang met dat bloemetje, dat virtuele bloemetje, wat ik aan een heleboel mensen wil gaan geven die mij in mijn hart zitten. Maar dat komt dan wel, ik heb dan tijd genoeg om die gedichten op te zoeken en de namen allemaal keurig netjes op te schrijven, zodat ik die fatsoenlijk kan lezen. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en tot straks. Doei doei!